Hoi, goedenavond. Niet goedemorgen, ook niet goedemiddag. Het is alweer avond. Ik had de hele middag mijn filmpje bewerkt en gewerkt uiteindelijk. Ik ben net thuis. En ik had het idee om te gaan tiny chatten. Dus ik heb net op Twitter gezegd, wie heeft de zin om te tiny chatten? Komt Erik gelijk, ja, nu! Hey, vriend, ik moet eerst even eten. Ik ben net thuis uit mijn werk. Ik heb zo'n honger. Dus ik ga eerst even eten, maar ik mag gewoon niet eten van Erik. Wel, ik mag wel eten van Erik. Erik is een leuke vent, joh. Die moet jullie echt even checken. Is echt een leuk jochie. Jochie. Ja, je bent een jochie. Erik, voor mij ben je een jochie. Nee, het is echt een leuke gast. Hij doet het echt heel leuk. Hij vlogt heel leuk. Het is echt een beetje hyper. Beetje hyper, maar gewoon heel erg zichzelf. Een echt een leuke gast. Erik, je bent een leuke gast. Mensen gaan die gast even checken. Maar goed, Erik, dit is dus wat ik nu even ga eten. Hetzelfde als wat ik van de week at. Want ik had nog de ingrediënten. En ik had er ook zo'n zin in. Dus koude pasta salade met paprika en komkommer en spekjes en kruidenboterkaas, kruidenkaas. Mijn buik, mijn buik, mijn buik. Ken je dat geluid? Nee, dat gevoel net voordat je gaat eten. Als je echt heel honger hebt, dan gaat het heel... Dat heb ik nu. Jongens, ik ga eten en dan ga ik daar niet chatten. Anders wordt Erik boos. Nee, gezellig daar niet chatten. Ik hoop wel dat mensen ook gewoon op de camera komen, ja? Ik heb geen zin in mijn eentje op de camera te zitten. Maar het zien jullie zo wel. Oké, ik ga eten. Hey! Dit is Erik. Oeh, ik ben heel geel. Oeh, wacht, even witbalans. Dat doe ik altijd met iets wit, zo. Oh, we zijn aan het daar niet chatten, maar alleen Erik is er. En Jasmijn, maar die is de tanden aan het poetsen. Dat is heel belangrijk, tanden poetsen. Toch, Erik? Ja. Ja. Laat even Tony zien. Oh, Tony is hier. Wacht, ik weet niet. Daar. Daar is Tony. Lux is Tony. Zie je? We hebben hem Tony genoemd. Ik weet niet of je hem goed hoort, want het is heel zacht. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik gewoon eigenlijk gewoon het beeld en het geluid in deze vlog kan krijgen? Want het lukt me gewoon niet. Want het is heel gezellig. Toch, Eer? Kom, doen we de onderkin. We doen de onderkin. Daar is Lars. Hey Lars. Je zit in mijn vlog. Vind je dat goed? Ja, Oké. helemaal top. Helemaal top is dat. Kijk, deze is 17. Deze is 12. En deze is 19. Plus 10. Oh no! Nee, oogjes dicht. Hoe blok ik iemand? Get your penis out of our faces, bye! Er was dus een man die zijn piemel eruit had. Heel gezellig was dat. Naakt. Erik ook gelijk zo weg. Komen steeds piemels in beeld. Echt heel erg. We hebben even een moment van stilte. Voor dit trauma, die moeten we even verwerken. Even bijkomen. Even bijkomen. Waarom gebeuren er van die gekke dingen? Er is een meisje in Amerika uit de KFC gegooid. Omdat ze er eng uitzag en zo misschien andere klanten zou bang maken. Dit is hoe ze eruit ziet. Nou, verschrikkelijk. Weet je wat er gebeurd is met het meisje? Die is gewoon aangevallen door drie pitbulls of zo. Ik weet niet of ik het goed onthouden heb. Die is dus gewoon vette honden aangevallen. Het hele gezicht is gewoon gefroten. De oog is gewoon eruit. Kaak boven en onder is gebroken. Ze heeft gewoon wat meegemaakt, jongens. En nou ziet ze er zo uit. En dan mag ze niet even de KFC in. Omdat ze andere mensen... Word je toch moe van? Maar goed, nou heeft KFC heeft haar $30.000 gegeven. Om te helpen met operaties. Hartstikke fijn hoor, maar is toch ridiculous? Anyway, lieve mensen. Je raadt nooit hoe laat het is. Raad eens hoe laat het is. Raad maar. Ik wil dat je het nu zegt. Het is 2 uur s'nachts. Het is 2 uur s'nachts. Ik kwam dus rond 9:30 thuis van mijn werk. Toen ben ik wat gaan eten maken. Toen ging ik rond 10:15, 10:30 ging ik tiny chatten. Maar het was gewoon veel te lang, te laat bedoel ik, om te gaan tiny chatten. Dus volgende keer doe ik het wat vroeger, zodat wat meer mensen kunnen komen. Morgen heb ik een rustige dag, lekker chillen. En ik ga lekker bij mijn mama eten. En mijn zus, en mijn zwagertje, en mijn neefje komen langs. Ik ga lekker uitslapen, denk ik. Ik ga lekker een beetje uitslapen. Ik heb heel erg zin in. Ik heb nog steeds mijn lamp aan van de Tiny Chat. En die is eigenlijk heel fel. Dus ik zit gewoon mijn hele buurt, denk ik, te belichten. Dat is mijn lamp. Mijn felle lamp voordat ik film. Voordat ik film? Voor als ik film, 's avonds. Tot morgen. Slaap lekker. Doei.